Welkom bij Dynamite Magic Shop, productupdate nummer 102. Eerste van het nieuwe jaar. Nou, de eerste maand zijn we bijna om. Hier is gewoon de week alweer het jaarlijkse gekke maandag. Staat de hele tent er op zijn kop hier. Voordat ik het vergeet, deze week, donderdag. Ik denk dat deze update al online is. Denk ik. We nemen dit iets eerder op dan normaal. En onze planning is niet meer zo strak als voorheen, op een vast tijdstip. Donderdag 24 januari, in elk geval Sean Farquhar, lezing om 8 uur. Dus staat deze video erop en heb je interesse, dan kom nog. Kijk je dit later, ja, nou ja, dan heb je wat gemist. Very simple. Nou. 3 kaarten, ik zal ze even uithalen. 2 blauwe kaarten, 3 kaarten aan een blauwe rugzijde, zeg maar. En een kaart met een rode rugzijde. Wat kun je hiermee doen? Nou, stel voor, je neemt de rode kaart en stopt die tussen de 2 blauwe kaarten. Let op. Springt zeg maar naar beneden, dus tussen de kaarten in. Dus je pakt de rode kaart, stopt die tussen de 2 blauwe, heel duidelijk. Kun je duidelijk zien, let op. En dan springt naar beneden. We kunnen ook weer terug, kijk. En dan zit hij weer keurig terug tussen de kaarten. Nou, dan kun je blijven herhalen als je wil. Ik zal het niet 100 keer herhalen, maar je gaat ertussen. En verplaatst zich naar beneden. Dit is The Lift. Verkopen we echt al 20 jaar, niet overdreven. The Lift van Joker Magic. Super makkelijk te doen. Compleet met de kaarten. Met Nederlandse instructies. En echt, als je een instructie hebt gelezen, je doet het binnen 10 seconden. Altijd bij je dragen. Een super leuk ding. Mooi. Prijs, €10. Dat is niks voor een truc, vind ik. Maar we hebben vandaag meer trucs voor leuke prijzen. Al zeg ik het zelf. Dus The Lift, €10. Gaan we... Ja? Ja? Okay. Ja, ik heb hier ook nog iets moois. Ik heb hier een zakje. Dan mag je even kijken wat er in het zakje zit. Ik zal hier ook nog even wat erbij pakken. Munt? Het lijkt meer een soort geluksmunt of zoiets. Het is ook een geluksmunt. Is jouw geluksmunt? Ja. En daarom heb je in het zakje zitten. Ah. Ja, maar anders ga ik hem misschien kwijt. Munt. Ik heb hier ook een spelkaart, kom ik ook even terug. Ja. Ik zal even de kaart eruit halen. Ik zal even een beetje hier neerleggen, dat je niet in de weg mag gaat. Ja, dat mag. René, ik wil je zo meteen vragen om gewoon ergens op een willekeurige plek waar je zelf heel stop te zeggen. Stop. Hier? Ja, stop in ieder geval. Zou je die kaart willen bekijken? Ja? Mm-hmm. Wacht, ik hem eventjes terug te opleggen. Zo. Dan wil ik je vragen om even een mooie waaier te maken. Want we gaan zo meteen de kaart onder de munt laten verschijnen. Mijn kaart? Ja. Zal ik hem even pakken. Dan mag je ergens stop zeggen, René, waar je zelf wil. Dan ben ik benieuwd. Stop. Hier? Iets verder. Stop. Zeker weten? Nee, nog iets verder. Stop. Ja, okay. Nee, terug. Stop. Oké, leg hem hier neer. Sorry, dat was totaal niet vrijwillig. Dan zie je dat er een aantal kaarten ligt. Zal de rest niet verwacht pakken? Raak er nu 3. Als ik mee mag doen. Ja, oké. Okay. Precies, weer. Dan speel je natuurlijk vals, hè? Mag je? Ja. Mooi. Dan wil ik jou vragen om de munt op één van deze kaarten te leggen. En dan? Dan verschijnt de kaart onder de munt. Dus je gaat zeggen dat als ik nu de munt op een kaart leg, dat dat mijn kaart is waar ik hem op leg? Ja. René. Ja. Was dit jouw kaart? Nee. Nee, dus we hebben kans. Hele grote kans dat hij dan onder de munt zit. Hè? Mm-hmm. René, zou ik die kaart dus van hem halen? Mm-hmm. Dat is mijn lievelingskaart, schoppen 8. Nou, dat is niet de kaart die ik gekozen had. Ja, maar ik heb ook gezegd dat die onder de munt verschijnt, hè? Ja, maar dit... Zou je de munt eens gaan omdraaien? Mooi, hè? Het zit er gewoon opge... Ja. Ja, ik heb het kunnen zien met het licht, zo'n beetje draaien, zo. Daar ook even. Het is wellicht lastig te zien, een klein muntje. Maar er staat echt een harte 3 op gegraveerd. En wat was jouw kaart, René? 8-3. 8-3? Ja. Zou je handen op willen doen? Ze zeggen wel eens, zien is geloven. Ja. Dus ik wil dat je echt niet gaat geloven. Oké. Okay. Mag je handen open maken? Zou je eens willen kijken? Andere kant? Ja. Hoe?
Believe. Believe. Oftewel, geloven. Ah, mooi. Mooi. Dat is natuurlijk een routine die je heel breed kunt trekken. Ja. Met zeker denk ik voor dames, met een goed verhaal. Of heb je nog wensen in je leven, heb je nog doelen in je leven, allemaal dat soort dingen. Dan kun je natuurlijk met eindigen met een munt waar ook nog een, moet ik zeggen, een woord op staat wat positief beïnvloedt. Ja, leuke truc. Lucky Coin, 32,50. Lucky Coin van Luca Volpe. Was, wanneer was hij hier? 2 jaar geleden? Dacht ik. Leuke gast ook. Leuke gast. Makkelijk te doen. Ja. Wat heb je nodig nog verder? Een spelkaarten. Ja. Kun je de spelkaarten lenen van iemand? Ja, dat kan. Hoeft niet geprepareerd te zijn. Dus als je dit zakje meeneemt met hetgeen je nodig hebt erin, dan ben je altijd klaar. Kom met online video instructies. Zeer uitgebreid. Ja, duidelijk. Ja. Nou zei je toch Luca Volpe. Ik ken er meer van Luca Volpe. Leg hem. Ja. Was prima, Leon. Ja? Ja. Een double check. Nee, dank je vraag weer. Ja, ja. Wat is dit? Ja, dat staat erop. Multisensory bags. Nou ja, we kunnen dit niet demonstreren. Waarom niet? Omdat je normaal gesproken bij deze routine tot 5 toeschouwers uitnodigt. Je geeft het gauw zien. Dit is de verpakking waar alles in zit. Je geeft in ieder één van deze zakjes, om het overzichtelijk te houden over dit. Eén van deze zakjes gewoon, de zakjes. Die vraagt de toeschouwer terwijl hij niet kijkt om een voorwerp, een ring, een horloge, weet ik veel, bankbiljet, lippenstift, in het zakje te stoppen. Zakje te sluiten. Een andere toeschouwer haalt alles op, mixt alles door elkaar. En dan krijg jij, ze overhandigen jou een zakje. Je neemt het zakje en jij weet dan meteen als jij het zakje openmaakt. Soms, ik zal het zo niet uitleggen. En je haalt het voorwerp eruit, weet jij exact van welke toeschouwer het voorwerp is. Dus, en dan moet ik verklappen dat je dat kunt zien. Jij weet hoe dit werkt? Ja. Heb je al gezien? Oké. Okay. Ja, niet nu hè, je wist het al, je hebt een video bekeken denk ik. Ik had een vermoeden aan. Ja, een vermoeden. Oké, er zijn drie... Maar ik weet hoe die werkt. Er zijn drie merk. Drie plekken waar je kunt zien van welke toeschouwer het is. En dat is optisch. En optisch betekent dat we het nu zien. Dat is zonder dat je kijkt. Dus als je met jou het zakje zo geeft, dan weet je ook al wie. Zonder dat je kijkt, weet je ook al wie het is. Zonder te kijken. En eentje kan ook nog dat je het openmaakt, zeg maar. Zo dat je echt met de vingertop aanneemt. Zo. Je maakt hem open, je gaat met je hand erin om iets te pakken, weet je het ook. En even voor het idee, er zijn wel de zakjes waar bijvoorbeeld voeringen verschillende kleuren zijn. Deze zijn echt allemaal dezelfde kleur van binnen, dus daar kun je niks aan zien. Ze zijn echt identiek. Super gaaf gemerkt, heel goed gemaakt. Dit is beter dan rare zakjes tegenwoordig. Dit zijn zakjes die je heel veel ziet tegenwoordig voor op de bergen met reizen. Dus het zijn echt, je denkt misschien wat een rare zakjes, maar het zijn echt tegenwoordig gewoon hippe zakjes om spullen in te bewaren en te vervoeren. Goed gemaakt, stevig gemaakt, degelijke ritsluiting ook. Compleet met een uitgebreid, even duiken. Ik zit hier aan. Je krijgt dus ook nog een zak waar alles in zit. Een compleet uitgebreid boekwerkje. En een link naar video-instructies. Ik wil inderdaad zeggen, dus niet dat je dan alle zakjes hierin doet en een zakje zet in deze zak. Want dat is heel makkelijk. Nee. Dus het is serieus heel goed gemaakt. Dit is echt een dingetje. Kopen, kijken en in je act stoppen. Dus je kunt het meteen integreren. Multisensory bags kosten €65 helemaal compleet. Ja, je hebt gewoon, als je dit goed brengt, een act van een minuut of 8. Heb je gewoon, kun je toevoegen aan je act. Ik moet zeggen, een routine van een minuut of 8 kun je toevoegen aan je act. Dus nog één keer, de multisensory bags van Luca Volpe. Gemaakt door Alan Wong. Zeer goed gemaakt. En ook groot. Je zou er zelfs een tekening of zoiets ook in kunnen laten stoppen. Dus je bent niet beperkt tot kleine zakjes waar een ringetje in kan. Je kan hier ook tekeningen, weet ik veel, in laten stoppen. En jij weet van wie het is. Echt goed gemaakt. Oké. Okay. Mooi. Ik kan er nog wel eentje doen. We verkopen ook al jaren. En ik denk dat veel mensen niet weten dat we het hebben. Of niet weten... wat je ermee zou kunnen. Wat is het namelijk? Het is een notitieblokje. Nou, hier staat een adres. Dit is onlangs gebruikt in een televisieshow die ik op tv zag, een gokkelshow. Toeschouwers mogen hier, daar is het voor bedoeld,
Je gaat een blokje aan iemand. Iemand schrijft een aantal getallen op. Die geeft het door. Tweede toeschouwer schrijft een aantal getallen op. Geeft het door. Derde toeschouwer schrijft een aantal getallen op. Die geeft het weer door. En de vierde toeschouwer telt alle getallen op. En dan is het exact het totaalgetal exact wat jij voorspeld hebt. En dat kan in de vorm zijn van een totaalgetal. Het kan een getal zijn dat we linkt naar een boek. Wat dan ook. Ik heb het vroeger zelf veel gebruikt. Met een boekentest. Wist ik van tevoren welk telefoonnummer dat mensen gingen uitkiezen uit een telefoonboek. Zo deed ik het vroeger. En wat is dit eigenlijk? Nou, ik zal laten zien. Ik weet niet of je het kunt zien op de video. Ik heb hier even een eentje opgeschreven. Ik ga niet verklappen hoe het werkt. Maar een aantal mensen schrijven alles op. Dat is zeg maar dat is pagina 1, zeg maar. Je geeft het door aan de volgende toeschouwer. En de toeschouwer die alles gaat optellen, gaat het optellen. Hey, we hebben plotseling een andere pagina, namelijk pagina 2. Dus dat wil zeggen, je kunt terwijl je praat, en normaal kun je het ook nog met een mapje dicht doen, maar ik deed het altijd met het mapje open, dus mensen zien het toch niet, kun jij een complete pagina switchen voor, nou ja, getallen die je zelf nodig hebt. En die worden vervolgens opgeteld en je kunt zelf bedenken welk getal dat er dan uitkomt. Dus dit is de forcing pad. De forcing pad van Vernet Magic. Heel mooi gemaakt van leer. Dit is mij verteld, ik weet even niet de naam, dat dit origineel bedacht is door een Nederlander. Dat was een houten plankje, als ik me niet vergis, waar ook een potloodje aan zat met een touwtje. Maar excuus dat ik even de naam niet van weet. Maar dit is al, hebben we al jaren in het programma, het is heel goed gemaakt. Mooi leer en de reset, ja, laten we zeggen 20 seconden. En je kan, je hoeft geen refills te kopen, je kan gewoon van de kopieerpapier, haal je gewoon uit... Eén kopieerpapier velletje, volgens mij 2 of 3 riefels kun je maken. Dus het kost ook niks en super simpel te vervangen. Dus dit is de forcing pad van Vernet Magic. En die kost €55. Maar zeer goed gemaakt. Forcing pad. Normaal kun je ook met, ik wil zeggen met dikkere potloden schrijven. Dat kan, dan moet je even iets anders aan vastmaken. Je zou ook met een pen kunnen doen. Dat kan, dan moet je gewoon even dit vervangen. Als je dikkere letters wilt hebben. Maar... is op zich oké. Oké, forcing pads. Mooi. Hebben we nog iets moois? Jazeker. Oh, dat is inderdaad wel mooi. Mooi setje. Kijk. Ik snap eigenlijk niet waarom dat er een vierde bal bij zit, maar... Ik denk dat als er eentje kwijtraakt. Mooi setje, ik zal even laten zien. Je krijgt een mooi TCC-zakje erbij. TCC, geen theezakje, is iets anders. TCC. Bij ons krijg je er een Nederlandse instructie bij, want er komt geen instructie bij. Ja. En het zijn hele mooie, zware bekers. Heel mooi in de hand. Ja, het is echt... Al even, je hoort ook al. Ja. Doet op een zachte ondergrond hoor, geen paniek. 258 gram per beker. Je zegt dat 250 gram de ideale, het ideale gewicht is voor een beker. Nou, dit is 8 gram meer. Dat zou je niet merken. Dus ja... Mooi. Ze zien er een beetje antiek uit. Compleet met 4 balletjes. Inderdaad, aan een zakje. Ja, het is gewoon voor de mensen die met een mooi bekerspel willen werken. Degelijk bekerspel, want hier val je niet zomaar een deukje, nee, dat denk deukje ik niet in. Dan moet je echt wel echt heel gekke dingen gaan doen. Ja, een deuk in de vloer. Misschien. Ja, het is echt ook een dik materiaal. Ja, chic. Heel chic. Compleet met een mooie doos, ook opbergdoos. Ja. Voor de prijs... van? €195. €195. Oh, daar waren de zakjes die erin zitten voor het vocht, als je het krijgt uit de kant. Die krijg je er ook bij. Ja, er zitten ook nog bij 2 stuks. En voor die prijs, hè? Ja, heel mooi. Artistic Caps and Balls van TCC. Ja. Dan hebben wij nog iets leuks. Je mag dit even checken. Yes. Toppelsteentjes. Alle getallen zijn erop. Ik zal ze een beetje hier zo inleggen. Een beetje leuk uitziet. Een beetje allemaal hetzelfde. Zo. 3 allemaal boven. En al netjes zo. Kijk. Oké. 4 dobbelstenen. In elk vakje 1. Hop. En wat gebeurt er? De dobbelsteen gaat van hier naar hier. Juist. Heel goed gezien. Even kijken. Vliegend vlug. Vliegend vlug, zegt hij. Nou, zouden we zelfs nog verder kunnen gaan. We zouden zelfs nog de dobbelsteen van hier naar hier kunnen. Kijk of dat kan. Kijk of dat kan hoor.
Zie je? Kun je hem steeds laten verplaatsen, zeg maar. Ik kan deze ook zien. En alles ligt erin. En dan moet je mag het gewoon ook checken als je wil. Je kan het helemaal allemaal wel checken. Dit trouwens ook als je wil. Dit is een dicehopper van Tenjo. Een van de nieuwe items dit jaar. We hadden het over leuke prijsjes. €16. Ik vind het voor dat geld echt heel leuk. Het is eigenlijk een chinka-ching. Ja, dit is een matrix eigenlijk. Chinka-ching, ja. Je kan er meer mee. Je kan het gewoon alleen maar laten verspringen. Dit is even een mogelijkheid. Er zijn een aantal routines in de beschrijving die erbij zit. Wij geven jou een Nederlandse beschrijving erbij. Die kun je ook zelf downloaden. Engelse. Standaard zit er Chinees bij of Japans. Wij leveren jou ook de Engelse versie kant-en-klaar uitgeprint erbij. Normaal moet je hem downloaden. Dus er staan diverse routines in die je hiermee kunt doen. Dus dit is de Dice Hopper. Ja, ik vind het ook een leuk dingetje. Niet moeilijk te doen. Veel mogelijkheden. En het leuke vind ik dat je hem op einde inderdaad kunt laten onderzoeken. Voor €16. Dan zijn wij binnenkort, zaterdag 9 februari, wederom aanwezig. Volgens mij, ik heb het niet geteld, maar sowieso wel is het 18 jaar of zoiets kan zijn. Op de tweedehandsbeurs van goochelclub De Kleine Joker in Dellen. Volgens mij ook nog wel de leukste goochelclub van België. Ja, dat durf ik niet te zeggen. Die uitspraak ga ik niet doen, want dan krijgen we natuurlijk... Of één van de leukste, zullen we zo zeggen. Want ik ben in ieder geval een hele gezellige. We komen al jaren met veel plezier. En 9 februari zijn we er ook weer. Ik draai het blaadje even om. Dan kan ik even een beetje lezen. Staan er tijden bij. Ja, aanvang 10 uur. Nou, wat is het? Het is een goochelbeurs. Je kunt andere mensen ontmoeten. Je kunt je tweedehands spullen daar verkopen. En wij staan natuurlijk met nieuwe spullen. Dus zeer interessant. Ja. Ik ben kijken of ik iets ben vergeten. Nee, toegang €5. €5 entree. Nou, dat vind je in Nederland nergens. Om even €5 naar binnen te kunnen goochelen. Dus als je niks te doen hebt, check dit plaatje even. We zetten het ook nog even op Facebook. Dan kun je daar ook de flyer downloaden en bekijken. En alle informatie vandaan halen. Wij zijn er in ieder geval 9 februari. Let op, de winkel is ook gewoon open dan. Maar, hey, kijk eens. Sta ik ook nog op. Oh, niet gezien. Ja, 9 februari in Winkselen Dellen. Even kijken. Ja, ik heb er nog eentje. En dan heb jij ook nog eentje, zie ik. Ja. Oké, okay, ik doe eerst eentje. Even kijken. Een zwart doosje. Maak het even open. Want daarin zitten namelijk een heleboel blokjes. Zie? Allemaal losse. Ik maak er twee setjes van voor het idee. Zoiets. Jij mag één set kiezen. Die? Oké, okay, perfect. Ik ga je even laten zien. Kijk mijn hand hier. Bekend hè, Vincent van Gogh. Kijk goed naar het plaatje. Slaap. Nee. Oké, onzin. Check even het plaatje. Aan jou de taak om deze zo snel mogelijk te maken. Jezus, nog best snel ook nog. Oh. Oké, okay, dat vind ik best snel. We laten enkel iemand 20, 25 seconden over. Er was een stukje kwijt toen. Nee, dat ging op zich heel snel. Wat ook kan, is pak je ook heel nog een hoop van die stukjes. Pak je een doosje. Doosje leg je er overheen, zeg maar op deze manier. Zo. Zie? Knip je in je vingers. En als je een doosje eraf haalt, is je ook opgelost. Dat is de manier waarop goochelaar zit te doen. Zie? Dus dit is, moet ik even denken, Instant Portrait. Ook van Tenjo. 1895. Ja, ook een leuke... Vanaf 4 jaar of... Leuk iets. Die puzzel. Wat? Het is een puzzel. Is een puzzel. Ah. Als je het krijgt, krijg je zwarte blokjes zonder stickers erop. Waarom? Omdat je kunt kiezen tussen... Even dit laten zien. Tussen deze of deze. En je krijgt alle stickers bij om hetzelfde te bestickeren. Dus je bent niet gebonden aan dit. Ik vind het mooier. Wat nou als je zegt... Ja, maar ik werk heel veel voor bedrijven. Geen probleem. Plak je stickers vooral niet op. En print je eigen logo's uit van bedrijven. Print een speelkaart uit die erop staat. Je kan in principe alles maken. En weer afhalen, weer opmaken. En dan kun je het steeds aanpassen naar eigen wens. Dat is ook leuker nog.
kun je inderdaad net als een bedrijfslogo zo onthullen. Ook super makkelijk te doen. Alles past hier gewoon keurig netjes op. Even kijken. Kijk, plaatje erbij. Instant Portrait van Tenjo voor 1895. Hetzelfde verhaal, wij leveren er een Nederlandse gebruiksaanwijzing. Oh, dat is maar, dan zeg ik het weer. Wij leveren er een Engelse gebruiksaanwijzing ook bij uitgeprint en al. Dus die is klaar voor gebruik. Alleen even stukjes plakken en je bent klaar. Ik heb nog iets. Ja, ik heb nog iets. Doek? Yes, dat zie ik. Bouw. Stuiterbouw. Oké. Polletje. 1, 2. Hoppakee. Zal je laten zien dat er geen gat in zit? Niet aan de voorkant, ook niet aan de achterkant. Ah, ik heb nog iets meegenomen trouwens. Kokertje. Paul? Let goed op. Voor die rechter nog? Ja, ik had het opgelet. Ik dacht, laat even zien. Paul. Een koker, let goed op. Van hier. 1, 2. Verdwenen. Ik zal even laten zien. Ik zal ook niet bij het doek. Hij is namelijk verdwenen. Ik zal het even laten zien. Hij staat namelijk hier bij mij in de broekzak. Ik zal het nog een keer doen. Bal. Let goed op. Van hier. Een keer bovenop. Het past helemaal door het gaatje. Ja. Zal hem niet meer weg doen. Ja, wordt een beetje ingewikkeld inderdaad. Het grappige is, hij komt soms ook weer terug. Ik zal het nog een keer doen. Bouw gaat er overheen. Of bouw koker gaat er overheen. Op deze manier. Mm-hmm. Dan ziet het weer veranderd. Van kleur. Graag. Ik zal nog een keer laten zien waar die gele bal is. Die zit hier, anders zeggen ze, waar is die nou? Ik weet zeggen eigenlijk. Soms zit hij in één keer hier, dat is ook raar. Oh nee, we kunnen het wel proberen. Paul? Wat is dit? Wel. Ja. Dit gebeurt grappig, mensen. Dat is grappig, ik kan doen hoe ik kan. Ik zal even kijken als ik het eerst nou weg doe. Oké, ik zal even het doekje pakken. Zo. Bam. Let goed op, van hier. En dan verdwijnt de bal. Goedemorgen. En jij zegt, ik neem de dvd naar huis, dan kan ik even kijken hoe het werkt. Ja. Nou, goedemorgen, wat een complete routine, man. En deze truc heet Contact. Ja, Contact. Van Aldo Colombini. Ja. En die kost 15 euro. Ja, en wat krijg je allemaal? Alles. Koker. Je krijgt de ballen. Ja, ik ga niet te veel vertellen. De ballen krijg je erbij. Ja. Het enige wat eventueel misschien handig is om aan een dvd. Dvd krijg ik ook, ja. En wat handig is om erbij te bestellen, dat is een doek. Ja. En belangrijk om te zeggen... tijdens zijn laatste lezingtour in Nederland. En dan piek ik even hier naar links op onze grote fotowall van alle goochelaars die hier zijn geweest. Daar hebben we eentje 2009, maar volgens mij is hij nog een keer later geweest. Zie je eigenlijk ergens staan? Dat is een vrouw zit er nu. Ja, 2012. Ja, oké. Okay. 2012 was hij met Rachel hier. Hij had heel veel materiaal. Wij waren de laatste plek waar hij de lezing deed. En had gewoon een gigantische doos met spul over. Hebben we allemaal gekocht. Dat ligt allemaal heel mooi in ons magazijn. Veel dingen zijn ook uitverkocht al daarvan. En dat is allemaal lage prijzen. Dat is heel goedkoop overgenomen allemaal. En het gaat voor leuke prijzen ook weg. Maar, zoals je het weet... Aldo is overleden. Inmiddels Rachel ook hebben we gehoord. En het komt niet meer nieuw. Dus we hebben geloof ik nog een... Wat hebben we nog van die dingen liggen? Weet ik wel, een stuk of 10 of zo?
Gok ik even, hè? Ja, ja, volgens mij of iets meer. Meer of meer. Op is op. En dat zijn gewoon leuke dingen. Ja, 15 euro. Compleet met alles erbij. Alleen de boek niet, zeg maar. Ja. Je hebt een fantastische DVD. Truc. Want die had allemaal van dat soort leuke dingen. Ja. Ik kon nu, jij en dit kan ik me een beetje herinneren. Maar ik kan het nu even ogen. Maar goed, het is ook 6-7 jaar geleden inmiddels. Deze truc gooi je normaal staan te doen. Je hebt er geen tafel voor nodig. Dus ik hoop dat die een beetje goed er ook uitziet. Nou. Van hieruit zag het er in ieder geval heel goed uit. Ik kan me indenken van voren net zo. Ja. Eigenlijk. Ze... Oh ja. Nou, ik toch zit. Nou, ik toch hier zit, hè. Ja, die was niet gepland. Principe, ja. Zijn er al veel van verkocht al? Ja, er zijn er al veel van verkocht. Van Vanishing Inc. Een boek wat 65 euro kost. Van Harrop en Ong. En de verwachting is dat dit echt een klassieker gaat worden op kaartgoochelgebied. Het is gewoon een hele slimme man die eigenlijk alle tijd steekt in het ontwikkelen van ja. hele coole kaartroutines, kaarttrucs, moves, grepen en noem maar op. Check even filmpjes. Het hele boek staat vol met allerlei routines van hem. Voor sommige routines heeft hij ook speciale kaarten nodig. Zitten er ook bij, dus compleet. Als jij gek bent op kaarttrucs en op theorieën en op hoe je kaarttrucs kunt ontwikkelen en op nieuwe technieken, dan is dit iets voor jou. Die heeft echt mooie dingen. Er zitten dingen bij. Ik heb dingen gezien waar ik van denk. Ja. Dat is een cameratruc, maar echt, dat is geen cameratruc. Ja. Dat is echt allemaal. Die man treedt volgens mij ook niet op. Hij doet echt alleen maar bedenken en nee, hij heeft ook een boek geschreven. Hij is van zijn werk. Oh, wat was het nou ook alweer? Ik weet niet meer. Ik zou het fout zeggen, vind ik ook stom. Ik zeg dat hij architect is, maar ook bouwkundig tekenaar weet ik. Nee, hij is natuurkundeleraar, volgens mij op school. Dat is hij. Dat is okay. Zijn baan eigenlijk. En al die logica die hij daar leert en al die, ja... Je kunt in ieder geval nog een boek heeft. Oh, dat weet ik niet. Dit is het eerste wat ik van hem, hem ken. Maar je ziet ook wereldwijd op allerlei forums en Facebookpagina's en Instagram zie je dit verschijnen. Mensen die het gekocht hebben en super enthousiast over zijn. Dus, wil je een goed kaartenboek? In het Engels wel. Principia. Ja. 65 euro. Die kwam even tussendoor omdat ik in één keer dacht... Hey, ik ga weer terug hier. Zo. Ja, en daarmee zijn wij aan het einde gekomen van deze update. Gekomen, ja. Check nog even voor als je wil op de lezingenpagina. De lezingen die er nog aan zitten te komen. Het is voornamelijk in maart. Dat wil zeggen Shoot Ogawa 13 maart en Axel Heklo 31 maart. Beide hele goede lezingen ook. Kun je even opgeven. En dan zien we jou wellicht hier. Dat was weer een update. We hadden hem eigenlijk weer niet gepland. Zelfs met een maand ertussen is het... dat komt door, ja... Nou ja, maakt niet uit. Maar hij is klaar. Zoals je ziet. Op naar de volgende. Op naar de volgende. Volgende maand weer een update. Tot dan. Of hopelijk tot eerder. Telefoon, mail, Facebook, WhatsApp. Of een beurs. Of in de winkel. Of via een online bestelling. Toch? Of ergens anders. Of ergens anders. Ja, kan ook nog. Hey mensen. Dag hoor.